Hey, voordat we beginnen met deze nieuwe serie, ik heb een vraagje. Zou je willen abonneren? Liken mag je lekker achteraf kijken, maar ja, ik probeer gewoon de 1000 subscribers te hebben. We gaan richting de 700, dus breng me een beetje iets hoger. In ieder geval naar de 650, dat kunnen we zeker met z'n allen. En een like moet je lekker zelf weten achteraf, wanneer je de video hebt beoordeeld. Dit wordt in ieder geval een nieuwe serie. Ik dacht, Loki, lekker samen film gaan kijken, naar een trailer, een beetje beoordelen. En kijken of het wat wordt. En of het nou kijkers oplevert of niet. Ik ga toch naar die film. Dus waarom zou ik er geen review achterlaten? En dan zie ik jou nu in de video. Bedankt. Misschien wist je het. Misschien niet. Maar ik doe ook acteerklussen. En ik had niet zoveel kennis van films. Dus ik kreeg ooit de tip, neem gewoon een abonnement bij je bioscoop. In mijn geval is dat VU. En ga gewoon elke week in ieder geval naar één film. Zo gezegd, zo gedaan. En zodoende ga ik naar heel veel films. Ik heb één tactiek. Ik kijk naar maandagavond de laatst mogelijke draaiende film die ik nog niet heb gezien. En daar ga ik heen. Dit om te zorgen dat ik naar films ga die ik normaal zelf nooit zou gaan kijken. En om af en toe heel erg verrast te zijn of heel erg teleurgesteld. Want iets is mij wel opgevallen tijdens mijn abonnementperiode. De casting is of heel knap of heel talentvol. En soms is knap en talentvol hetzelfde. Maar je ziet het verschil tussen de castings of het voor het uiterlijk is gegaan of voor het talent. Op mijn blog, ja, ik heb een blog. Heb ik een tijdje lang recensies geschreven over films. Ik ging toch elke maandag en toen dacht ik, laat ik een serie starten, Monday Movie Time. En nu kwam natuurlijk de pandemie en toen kon ik heel even niet naar de film. En nu is het eindelijk voorbij, mogen we weer naar de films. En ik dacht, laten we gewoon een showtje omheen doen. Gewoon een goed excuus om op YouTube popcorn te eten en lekker te babbelen over films. En deze week ben ik naar The Conjuring geweest. The Devil Made Me Do It. Hey. You okay there? Jesus. I think I hurt someone. This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Whatever is going on, whatever happened that day, that was not Arnie. It's a witch's totem. We think your family was cursed. And that connection's still open. I'm only interested in reality. But I can see things that your people can't. Something terrible happened here. A master Satanist is not an adversary to be taken lightly. She's doing it again. She's reaching out to the darkness. Lorraine, you need to come back. Is saving him worth everything you have? Because that's what it may very well cost. Lorraine! Nou,
ik heb met mijn bak popcorn ernaar zitten kijken. En ik heb de film natuurlijk al gezien. Eén ding, ik kijk de trailer pas achteraf altijd na de film, omdat ik me niet wil beïnvloeden en echt zonder kennis naar de film wil. De film heeft ondertussen al 150 miljoen ongeveer opgebracht. En naar mijn mening is die online veel te laag gecijferd. Want hij zit ongeveer tussen de 6 en de 7. Ik ga later deze serie ga ik een cijfer geven en die gaat iets hoger zijn. Want ik vond het echt een hele goede film. Het gaat namelijk over The Conjuring. Dit is de 8e film in de reeks en dit is een vervolg op The Conjuring 2. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik wist van tevoren dus helemaal niet dat het een vervolgfilm was. Ik heb in de hele film heb ik ook niks vermerkt van een vervolg. Misschien als ik deel 2 of 1 of wat dan ook heb gezien, één van de 8 delen, heb je het wel door. Maar ik moet zeggen, ik merkte niet dat het een vervolgserie of iets was. Meestal moet ik wel zeggen, naarmate de films verder komen, hoe meer er komen, hoe slechter het wordt, behalve bij Harry Potter. Maar goed, die werden gewoon steeds beter. Deze film vond ik echt heel goed voor een horror. Je moet ervan houden, natuurlijk. In de trailer zag je natuurlijk al een jongen die zei, volgens mij heb ik iets ergs gedaan. Deze jongen is bezeten. Hoe die bezeten is geraakt, dat ga je zien in de film. Hoe worden deze mensen vervloekt? Want het gaat over een vloek. Je gaat gewoon verschillende verhaallijntjes volgen in één film. En daar hou ik altijd van. Dat houdt je scherp en dat zorgt voor verschillende visies. En daar hou ik persoonlijk heel erg van bij films. Dus ja, dit was weer echt een film van mij. Persoonlijk ben ik wel een horrorliefhebber / thriller. Thrillers zijn vaak spannend, horror is vaak smerig. Dit was een beetje beide van. Ik moet zeggen, ik heb echt genoten. Die jongen ga je in verschillende aspecten zien. Hoe die van een leuke, lieve jongen ineens naar de duivel soort van gaat. Soms zijn er boven natuurlijke krachten dat ik denk, Daarnaast volg je twee mensen. Die proberen het op te lossen, want de jongen wordt opgepakt en die moet bevrijd worden uit zijn cel. Hoe ga je iemand duidelijk maken in de rechtbank dat iemand bezeten is door de duivel? Dus ja, dat belooft een spannend avontuur. Voor mij doende is het zeker een aanrader. Je gaat dus verschillende aspecten zien van een jochie, van een familie, van een jongen met zijn vriendin die bezeten op een gegeven moment raakt. En de inspecteurs en ook nog een beetje de politie aspect. Je hebt eigenlijk allemaal verschillende kleine filmpjes in een film en dat samen vormt één grote film. Dat heeft mij in ieder geval toen laten zetten dat deze film voor mij in ieder geval 7,5 aan 8 krijgt. Het is natuurlijk niet de beste film. Maar laten we heel eerlijk zijn, horror / thrillers zijn dat vaak nooit. Maar voor een horror zat dit echt goed in elkaar, had het een verhaallijn en was het gewoon ook nog eens spannend. Ik ga altijd op maandag ga ik naar de bioscoop. Normaal is de zaal altijd leeg. Dit keer was mijn rij naast mij wel helemaal leeg. Maar de zaal zat helemaal vol. Deze film wilde heel veel mensen zien. En ik vind dat jij deze film ook zeker moet zien. Daarom mijn hoge cijfering. Sommige mensen zeiden het is soms wel voorspelbaar. Is het zeker. Maar het heeft ook verrassingswendingen. Maar om die verrassing helemaal geheel te houden, ga ik daar natuurlijk niks over verklappen. Anders is het geen verrassing meer straks voor jou. Mocht je deze film hebben gezien, laat zeker een cijfer achter. Welke film moet ik de volgende keer zien? Want er draaien genoeg films. Ik ga sowieso naar The Purge. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dus misschien volgende week de aflevering over The Purge. Ik vind het in ieder geval een goede serie op mijn YouTube-kanaal. Want ik kan popcorn eten. Ik spaar wel nog een paar leuke dingen voor mijn setting. Mocht jij filmposters hebben of wat dan ook, laat het me weten. Ik wil ooit nog bioscoopstoelen kopen. Nou is mijn ruimte hier een klein beetje klein. Wil jij bepaalde dingen belicht hebben van een film, laat het mij weten. Dan kan ik dat in de volgende aflevering doen. Mij lijkt het in ieder geval leuk om een standaard maandagserie, beetje low-key. Ik dacht, mijn andere series worden natuurlijk ook wel niet zo heel goed bekeken. Ik ga nog even van mijn popcorn genieten. En bijna weer naar mijn volgende film. En dat wordt dus The Purge. Vergeet niet te abonneren. Laat een likeje achter. En dan zie ik jou bij de volgende film. Of volgende video. Nu ga ik in ieder geval op maandag en donderdag een video proberen online te gooien. Hopelijk blijven de bioscopen in ieder geval dit keer heel lang open. En kan ik van veel films genieten. Dus ik zie jou bij de volgende aflevering. Ciao!